De Vlaamse verkiezingen hebben hun tol geëist. Een aantal volksvertegenwoordigers moet daardoor afscheid nemen van het halfrond van het Vlaams parlement. Het zijn stuk voor stuk opmerkelijke politici die we niet kunnen laten gaan zonder een laatste gesprek over hoop, gemiste kansen en hun realisaties. Johan Dekmijn moest het nieuwe kopstuk van het Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen worden, maar hij slaagde er niet in om zijn zetel veilig te stellen. Wat hem de moed niet doet verliezen, over 5 jaar wil hij er opnieuw staan. Johan Dekmijn, u stond op de tweede plaats voor het Vlaams Belang in de kieskring Oost-Vlaanderen voor de Kamer. U hebt het niet gehaald. Nee, dat klopt. Ik heb het niet gehaald. Het was vooraf al duidelijk dat het een strijdplaats ging worden. Een strijdplaats is erop of eronder. En voor mij was het deze keer eronder. Maar u weet net zo goed als ik dat de resultaten niet zo goed geweest waren voor het Vlaams Belang. Maar binnen Oost-Vlaanderen ben ik toch nog in die zin tevreden dat we daar nog 3 zetels hebben gehaald. Ja, 1 zetel voor de Kamer en 2 voor het Vlaams Parlement. Dat klopt, ja. Uw lijsttrekker was Barbara Pas. Die heeft een mooie score gehaald. Hij is ook verkozen. Maar je zegt, tweede plaats was een strijdplaats, maar je had wel 3 zetels in die Kamer. Dus je hebt er 2 verloren eigenlijk. Ja, maar dat hangt natuurlijk vanaf. Verkiezingen zijn verkiezingen, cijfers zijn cijfers. En met wat gaat men vergelijken? Dat is altijd een beetje het probleem. Ik vergelijk het natuurlijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Als je die score zag, dan wist je toch wel heel duidelijk dat een tweede plaats voor de Kamer moeilijk ging zijn. Maar ja, het is niet omdat het moeilijk is dat je niet moet deelnemen aan verkiezingen. Integendeel, onze kiezers verdienen dat. En vandaar dat ik daar ook met enthousiasme op die tweede plaats gaan staan ben. Ja, u verwees naar die gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Toen heeft het Belang al een serieuze klap geïncasseerd. Heeft de partij er dan niet in gelukt om in die 4 jaar tijd zich sterker te profileren tegen die N-VA-golf die blijkbaar toen al gestart was? Ja, het is natuurlijk, politiek is politiek. Je moet kijken en rekening houden met de omstandigheden. Het is zo dat wij wisten dat de N-VA een grote score ging neerzetten. Wij moesten proberen op een authentieke manier natuurlijk ons programma verder blijven uitdragen. En wij vinden nog altijd dat het origineel beter is dan de kopie. Ja, maar wat moet de partij nu doen om zich nog met wat overblijft te kunnen heropbouwen of te kunnen bewapenen tegen 5 jaar verder? Wel, ik zie het zo negatief niet in hoor. Wat overblijft is relatief. We zitten nog in elk parlement vertegenwoordigd, wat een goede zaak is. We gaan dus zeker op ons elan kunnen verder doorgaan. We zijn gewoon van oppositie te voeren vanuit het verleden. We zullen dat zeker met de nodige kracht verder zetten. Ja, in 2010 heeft Tom van Grieken, dat is uw jongere voorzitter, heeft toen al een analyse gemaakt van wat er fout was gelopen. Ja, dat was dezelfde boodschap als die nu gemaakt is, van er moeten nieuwe mensen komen, jonge mensen komen. Ja. Zijn die er dan niet geweest? Gerolf Annemans kan je bezwaarlijk iemand nieuw en jong noemen. Ja, maar Gerolf Annemans heeft bij zijn aantreden als voorzitter in moeilijke tijden eigenlijk toch gezegd dat hij de verjonging en de vernieuwing, want het zijn 2 zaken, hè. Je hebt verjonging en je hebt ook vernieuwing van de partij, dat hij die verder ging zetten, zoals die reeds al een beetje ingezet was. Ikzelf ben ook naar voren geschoven tijdens de gemeenteraadsverkiezingen als nieuwe kopman. Maar Gerolf van Mans heeft bij zijn aantreden als voorzitter gezegd van kijk, we willen die vernieuwing, verjonging doorzetten. En dat is gelukt, want als je kijkt naar de parlementariërs die nu verkozen zijn, daar zijn heel veel jongeren tussen. Hè. Ik verwijs naar Barbara Pas, ik verwijs naar Tom van Grieken, ik verwijs naar Barbara Bonte. Dus er zijn genoeg mensen die zich nu aandienen en die de fakkel moeten overnemen. Ja, er is al redelijk wat te doen geweest rond de rol van Philippe de Winter en uw partij. Dat is natuurlijk een spits, noemt u hem zelf. U noemt hem iemand die doelpunten moet scoren. Ja, die lopen wel eens in de belangstelling, die ook als het slecht gaat. Maar hoe bekijkt u de rol van Philippe de Winter in dat geheel? Wel, ik denk dat we Philippe de Winter moeten bekijken als een goede spits, een zeer goede rechtsbuiten, als we het in voetbaltermen kunnen spreken. En ja, goed, af en toe zet hij een keer een zware tackle in, maar dat hoort zo. We gaan nu verder met de partij op de ingeslagen weg. Er zal een nieuwe trainer komen in het najaar, dat heeft de voorzitter al aangekondigd. En ja, die nieuwe trainer is trainer en zal de lijnen verder uitzetten. Ja, en die gaat de ruimte krijgen om die partij te vernieuwen. Ja, wat mij betreft zeker en vast. En ik ben er ook van overtuigd dat dat zo zal zijn. Ja, want een sterke figuur als Philippe de Winter moet dan wel bereid zijn om een deel van zijn invloed af te staan.
Wel, Philippe is Philippe, zoals Gerolf Gerolf is. Ik denk dat wij een partij... men zou het op voorhand niet durven bevroeden, maar in de partij komen we toch wel nog overeen, hoor. En iedereen heeft zijn eigen karakter, iedereen heeft zijn eigen accenten. En ik vind dat iedereen zijn eigen accenten moet kunnen blijven leggen. Zij het natuurlijk in overleg met alle tenoren in de partij. Ja, u hebt 10 jaar in het Vlaams parlement gezeteld. Hoe kijkt u erop terug, op die 10 jaar? Het is een hele ervaring geweest. Ik ben heel blij dat ik die mogelijkheid gehad heb om inderdaad 10 jaar in het Vlaams parlement te zetelen. Ik heb daar ook mijn accenten kunnen leggen. Ik heb daar ook op een goede manier oppositie gevoerd. Met af en toe een keer wat resultaten. Het is een heel mooie ervaring geweest en ik ben blij dat ik mijn kiezers daar kunnen vertegenwoordigen heb. Ja, we hebben een op Actua TV rubriek waarin we ook nieuwe parlementsleden voorstellen. We hebben dat Tom van Grieken gezien. Die zegt van, ik heb eigenlijk een grote ultieme droom. Dat is van ooit een decreet van het Vlaams Belang te zien goedgekeurd worden. Dat cordon sanitair de facto wordt afgebroken. Is dat een realistisch uitgangspunt? Ik denk het wel. Natuurlijk, de toekomst zal het uitwijzen. Ik heb geen glazen bol om te zeggen hoe de zaken zullen evolueren. Maar het is duidelijk dat er al een tijdje een stijlbreuk is in het Vlaams Belang. Dat wij op een goede manier oppositie voeren. Dat ook onze ideeën heel goed beginnen door te dringen, ook bij andere partijen. Er zijn trouwens al decreten goedgekeurd die eigenlijk, waar we het geestelijke vaderschap van kunnen opeisen. Dus in die zin zitten we al een stap verder. En ja, Tom van Grieken is een nieuwe generatie en ik gun het hem van harte dat dat zou kunnen lukken. Ja, was dat een van de uitdagingen die het Belang gemist heeft? Want inderdaad, er zijn wel punten uit het partijprogramma van het Belang die zijn overgenomen door andere partijen. Heeft de partij zich te weinig intern vernieuwd, programmatorisch? Maar het een staat los van het ander, hè. Dus als je als partij aan verkiezingen deelneemt, heb je de bedoeling je programma te realiseren. En de kiezers kiezen voor een partij die dit programma wel gerealiseerd zien. Wel, ik stel vast dat niet alleen na die 10 jaar die ik in het Vlaams parlement zit, maar na die 20 jaar dat we al oppositie voeren, wel, dat we gedurende al die jaren ervoor gezorgd hebben dat in de maatschappij eigenlijk visies die wij naar voren gebracht hebben, dat die doorgang gevonden hebben. Wel, dat is toch een taak van een partij, voor haar programma voor een stuk verwezenlijk te zien. En is dat vanuit de meerderheid, zoveel te beter, is dat vanuit de oppositie, wel, als het maar verwezenlijkt wordt. Dus in die zin zijn er veel pluimen die we op onze hoed mogen steken. Ja. Een analyse die ik ook hoor is dat de kiezer eigenlijk het cordon omzeild heeft door op N-VA te gaan stemmen. Kiest hij voor een partij die wel aan de macht kan komen en die wel kan een aantal van die punten realiseren? Ja, maar nu heeft de kiezer wel tactisch gestemd, niet principieel. Als diezelfde kiezer principieel stemt, dan zal die voor ons stemmen. En dat is ook een opdracht die we nu hebben voor de komende 5 jaar, is effectief op een principieel manier verder oppositie voeren. Want je kan er gif op innemen, de N-VA zal op een zeker moment broek op de enkels moeten laten zakken. Ja, misschien wel. Maar de soort democratisch ongenoegen wat in de samenleving leefde, die vertolkt werd door uw partij, die kan nu misschien een ventiel vinden in die nieuwe regering waarin N-VA mee aan de macht is. Ik vrees dat ze ontgoocheld zullen zijn. Vandaar dat natuurlijk nu de kiezer het geprobeerd heeft en nu de kat uit de boom moet kijken, wat gaat de N-VA realiseren? Want uiteindelijk, de kiezer was niet tevreden en de N-VA heeft zich geprofileerd als oppositiepartij. Maar vergeet niet dat ze al 10 jaar in de meerderheid in Vlaanderen zat. Dus ja, als meerderheidspartij heeft ze die afgelopen 10 jaar toch ook niet zoveel gerealiseerd, aangezien dat de problemen van 10 jaar geleden nu nog altijd zijn. Dus, maar de kiezer heeft dat niet zo gepercipieerd. Ook vanuit de media werd het verhaal gedaan van Bart De Wever als oppositieman die het regime op de proef ging stellen. Wel, de N-VA maakt al 10 jaar deel uit van het regime. Ja. Hoe kijkt u aan tegen het verhaal dat men zegt van er is een grondstroom in Vlaanderen die vorm kreeg vroeger via die 3 V-partijen, die nu verworden zijn tot 1 V-partij en een kleinere V-partij. Maar CD&V die kan terug aansluiting zoeken bij die grondstroom. Hoe ziet u die evolutie? Wel, ja, de evolutie is zo dat natuurlijk het vroegere kartel CD&V-N-VA eigenlijk nu herenigd zal worden. Het ziet er zo naar uit dat ze eigenlijk zich aan elkaar vastklinken. Wat natuurlijk veel zegt over de richting waar de N-VA uitgaat.
Ja, ik blijf erbij dat het Vlaams Belang een partij is die nodig is. Die er moet zorgen dat er op een principiële manier bepaalde zaken blijven aangeklaagd worden. We zitten nog altijd met heel veel problemen op vlak van criminaliteit, islamisering, immigratie. Zaken die echt belangrijk zijn en die volgens mij in de toekomst misschien wel minder belicht zullen worden. En dan spreek ik nog niet over het eerste programmapunt van het Vlaams Belang en blijkbaar ook van de N-VA, zijn de Vlaamse onafhankelijkheid. Op dat vlak zie ik heel duidelijk dat het nu al een feit is dat de N-VA dat principe al eigenlijk geschrapt heeft. Ja, het moet natuurlijk niet te snel gaan, hè, want ik hoorde mensen uit uw partij zeggen een paar weken terug van de N-VA zal nooit aan de bak komen, want die gaan in hetzelfde cordon gestoken worden als het Vlaams Belang is overkomen. Daar kan de Wever blijkbaar toch wel aan ontsnappen, hè? Want Vlaams zit hij op het goede spoor om daar een regering te maken. Oh, federaal moeten we nog zien wat er uit de bus komt, maar blijkbaar is daar toch nog basis om op verder te werken. Wel, de basis om op verder te werken is natuurlijk de basis van het grote compromis. Ja. Op Vlaams vlak zal dat misschien nog enigszins meevallen. Alhoewel dat, als we kijken naar de onderwijshervorming die zich aankondigt, dat daar al duidelijk is dat ook daar de N-VA water in de wijn zal doen. En dan hebben we het nog niet over een eventuele regering die er zou komen op federaal vlak. Ik heb onlangs in De Knak het interview met Gérard Depré gelezen. Wel, als je spreekt van een N-VA die de broek op de enkels zal moeten leggen, wel, ik denk dat Depré in het interview met Knak heel duidelijk erop gewezen heeft van als N-VA wil deelnemen aan de macht, wel, dan zal ze heel veel water in de wijn moeten doen. Volgens mij zal er niet veel wijn meer overschieten. En ja, als dat het is waar de N-VA voor kiest, dan is dat haar verantwoordelijkheid. Ja, als we eens naar het Waalse-Landse deel te kijken, de beweging van de PS om eerst wat te temporiseren, maar dan zeer snel te gaan en een Waalse regering te maken, ook zeer snel bekend te maken dat die regering er was. Is dat puur opportunisme van de PS die federalistisch of confederalistisch is zoals het daaruit komt, of is het toch wel een nieuwe richting die ze inslaan? Nee, de PS is een machtspartij die alles doet om aan de macht te komen. Men spreekt vaak over het Vlaams Belang als staatsgevaarlijke partij, maar in het verleden is gebleken dat zelfs de PS, als het haar niet uitkomt, dat zij ook zeer staatsgevaarlijk kan zijn. De geschiedenis van België leert dit. Dus met de PS moet altijd rekening gehouden worden. Dat weet men overal, tot aan het hof toe. Ja. U bent nog gemeenteraadslid in Gent. Hoe kijkt u aan tegen uw eigen politieke toekomst? Laten we zeggen, heel enthousiast. Voor mij beginnen de verkiezingen altijd de dag na de vorige verkiezingen. Dus mijn campagne is eigenlijk al gestart. Ik ben fractieleider in Gent. Ik doe dat heel graag, met veel enthousiasme. En 2018 zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Men kan zeggen dat dat lang is, maar ja, een jaar is rap voorbij in de politiek. Een jaar kan ook lang duren. Maar 2018 dient zich voor mij nu al aan en ik heb de ambitie voor meer zetels te bekomen in die gemeenteraad van Gent dan er nu zijn. Ja, professioneel moet u een andere richting uit of kan u zich volledig aan politiek blijven wijden? Well, nee, volledig aan politiek zal ik me niet kunnen blijven wijden. Het is natuurlijk wel zo dat ik zelf een bedrijfsleider ben. Ik ben vennoot in een firma. En het is zo dat ik vroeger één dag op de zeven, want voor mij waren werkweken weken van zeven op zeven, wel één dag op zeven was ik bezig met de firma. Dat zal nu wellicht wel wat meer worden, maar het is niet zo dat ik plots moet gaan uitkijken of zo. Ik denk dat ik blij mag zijn dat ik op deze manier verder aan politiek kan doen. Ja. Want voor het Vlaams Belang worden het wel moeilijke jaren. Hè? Je moet het volledig partijapparaat moet fors saneren. Dat is geen makkelijke operatie. Nee, maar moeilijk gaat ook. En ik wil er toch maar een keer iedereen op wijzen dat onze serieuze opgang, onze grote succesjaren in het begin, dat we die ook met heel wat minder mensen hebben gedaan. Dus misschien is dit wel een goede zaak, een soort van herbronning, een soort van herbronning waaruit we met een vernieuwd elan opnieuw naar overwinningen kunnen gaan. Goed, we zullen zien wat er gebeurt de komende maanden. Bedankt voor uw analyse op dit moment, Johan Dekming. Graag gedaan.